Van het pand van de Gamma in Doetinchem is niets meer over. Een enorme vuurzee verwoestte de bouwmarkt gisteravond. Je zag wel dat het heftig was, maar nu zie je pas eigenlijk van hoe erg het is geweest. Ja. De KLM en het Nationaal Park de Hoge Veluwe zijn vanaf vandaag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hebt u zien staan? Ja, de volle lengte. En grote hoefdieren die provinciale wegen oversteken, de zogenoemde hertensnelweg, die jaagt een Puttensraadslid de stuipen op het lijf. Goedenavond. De verwoestende brand in Doetinchem wordt nog steeds nageblust. Bijna een etmaal geleden brak een grote brand uit in de Gamma aan de Havenstraat. Het pand is compleet verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. Een rokende en smeulende puinhoop. Ondanks een avond- en nachtblussen door korpsen uit heel de Achterhoek is dit wat er nog over is van de Gamma in Doetinchem. In eerste instantie hoorden we eigenlijk een knal en toen we buiten kwamen zagen we rook en de vlammen sloegen eigenlijk al rondom de kassa bij de Gamma eruit. Dus toen ben ik hard teruggerend, hebben we ook het tuincentrum ontruimd. Iedereen naar buiten, ja. En dan vanaf dat moment kun je eigenlijk alleen maar toekijken en je hart vasthouden. Na 11:30 hebben wij een deel van het personeel van de inzet afgehaald. En zijn we met wat minder mensen verder gegaan om de laatste brandhaarden in ieder geval onder handen te nemen. En terwijl wij hier nu staan, wordt daar nog steeds aan gewerkt. Met één blusploeg wordt het pand stukje bij beetje uit elkaar gehaald en worden de laatste brandhaarden geblust. De brand ontstaat op de verfafdeling. Hoe is nog niet bekend. Op dat moment zijn er 14 mensen in de zaak, maar niemand raakt gewond. De bewoners van de twee aangrenzende woningen worden geëvacueerd. De brandweer is bang dat de vlammenzee overslaat naar het naastgelegen tuincentrum. Maar met vereende krachten kan dat worden gered. De schrik zit natuurlijk goed in. Dan wens je je ergste vijand nog niet toe dit. En er komt wel een hoop emotie bij kijken. Het is echt behoorlijk, ja. En we waren aan de voorkant, dus je zag wel dat het heftig was. Maar nu zie je pas eigenlijk van hoe erg het is geweest. De brandweer is nog zeker tot vanavond bezig met nablussen. Energiebedrijf Continuon legt een schadeclaim van 15 miljoen euro neer bij Defensie. Volgens Continuon is het ministerie verantwoordelijk voor de stroomstoring in de Tieler en Bommelerwaard. Een Apache helikopter vloog daar 2 maanden geleden tegen een hoogspanningsmast aan. 50.000 huishoudens zaten ruim 2 dagen zonder stroom. Continuon heeft veel kosten moeten maken om de vernielde hoogspanningsmast te repareren. Pas eind deze maand is alle schade aan de kabels hersteld. Het energiebedrijf krijgt ook veel schadeclaims van getroffen bedrijven en particulieren. De oorzaak van het ongeval bij Hurwenen is nog altijd niet duidelijk. De defensiehelikopter oefende in het donker met laag vliegen. Inwoners van het gebied willen dat Defensie de oefenvluchten daar staakt. Een petitie met 1200 handtekeningen is vandaag in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris De Vries van Defensie. Een kantoorgebouw aan de Deventerstraat in Apeldoorn is vanmiddag korte tijd ontruimd, nadat 10 mensen onwel waren geworden. Dat gebeurde bij het zorgloket van de gemeente. Ze hadden hoofdpijn en klaagden over misselijkheid. De brandweer heeft na metingen niets gevonden, maar zoekt morgen met speciale apparatuur verder naar de oorzaak. Het Nationaal Park de Hoge Veluwe gaat op reis. En het worden geen kleine tripjes. Op de agenda staan exotische bestemmingen, zoals Brazilië en de Filipijnen. Het gaat om het nieuwe type vliegtuig van de KLM. Het is de eerste in een reeks toestellen die de naam van een natuurpark krijgt. De internationale primeur is voor de Veluwe. Dit is hem dan, het nieuwste vliegtuig van de KLM. Rechtstreeks van de vliegtuigenfabriek uit de Verenigde Staten. Het personeel van het park kijkt bewonderend toe. Wat vindt u daar nou van? Prachtig. Schitterend. Ja, de naam die spreekt me natuurlijk het meest aan. Maar zoiets maken en zoiets zien vliegen, dat is gigantisch natuurlijk. Hè? De type vliegtuig is milieuvriendelijker dan de eerder gebouwde vliegtuigen. Het stoot minder CO2 uit. En omdat dat beter is voor de natuur, krijgen de nieuwe vliegtuigen namen van nationale parken. En toch blijft het een vreemde combinatie. De milieuverontreiniger en een nationaal park. En deze kist met name heeft een 25% minder brandstofverbruik. Dus ze doen alles aan milieutechnologisch onderzoek. En brengen dat bij Boeing ook in de praktijk. En wij vinden, dat spreekt ons heel erg aan. Ja. En dan de officiële handeling. De naam wordt ingewijd.
is altijd gebruikelijk dat je met nieuwe kisten met een nieuwe benaming komt. En ook gezien het milieuaspect hebben we besloten om namen van parken in Nederland daaraan te geven. En vandaar de Hoge Veluwe. Ik ben heel trots. Het park is heel trots. Het is een prachtige kist en het is een hele mooie naam. Hebt u het zien staan? Ja, de volle lengte. En dan mogen alle genodigden het vliegtuig van binnen bewonderen. Ook Hanny van de parkwinkel is onder de indruk. Ja, heel bijzonder. Ja, het is echt heel apart. Morgen is de eerste commerciële vlucht. De Hoge Veluwe gaat dan naar Dubai. Er is een doorbraak in het conflict over een nieuwe politie-CAO. Politiemensen voerden de afgelopen weken op tal van plaatsen actie. Minister Ter Horst biedt nu een loonsverhoging van 6,8% in 2 jaar. Ook komt er onder meer een verruiming van toeslagen. De vakbonden moeten nog akkoord gaan met het bod. Herten die vanuit Flevoland naar de Veluwe in Duitsland moeten zien te komen. Zitten de herten daar wel op te wachten en kunnen ze veilig oversteken? In Putten hebben ze twijfels over de laatste plannen voor een natuurlijke verbinding tussen de Flevopolder en de Veluwe. De herten op de Veluwe weten het waarschijnlijk zelf nog niet, maar er wordt gewerkt aan de uitbreiding van hun leefgebied. Natuurgebieden in de Flevopolder, de Veluwe tot ver in Duitsland moeten met elkaar verbonden worden. Daarbij moeten nog wel de nodige hindernissen worden overwonnen. Er moeten in het totale project 10 ecoducten komen. De herten worden geacht zelf de randmeren over te zwemmen en bij een enkele provinciale weg moet goed worden uitgekeken bij het oversteken. Over dit laatste bestaan in Putten de nodige zorgen. Het is een vrij drukke weg en het is hier ook een heel donker gedeelte, ook moet ik eerlijk zeggen hier. Dus ja, als daar op een gegeven moment herten over gaan steken die nogal flink van omvang zijn en u komt dan met uw autootje rijden, dan lijkt me dat geen gezonde zaak in ieder geval. Het probleem op zich is heel duidelijk. Als we praten over het gebied waar het hier over gaat, dan praten we over behoorlijk veel reeën en sinds niet al te lang een hertenpopulatie, edelhert. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Aan de andere kant is het niet zo dat ik denk dat doordat die verbindingszone er komt en we over enkele herten per jaar praten, dat dat de veiligheid significant beïnvloedt. Het overstekende wild vormt dus volgens de wethouder met of zonder ecologische verbindingen sowieso een probleem. Hij heeft gewoon al twijfels bij de noodzaak van 1 grote kostbare ecologische verbindingszone. Bij de provincie blijven ze enthousiast over de plannen. En gevaarlijke situaties voor het verkeer zijn oplosbaar. Als de verkeersveiligheid in het geding is, maken wij daar voorzieningen. Dat hoeft niet een ecoduct te zijn, maar dat kunnen wildsignaleringsmaatregelen zijn. Dat kan een kilometerbegrenzing zijn, bijvoorbeeld 60 kilometer in de nacht en de avond. Dat kunnen faunabuizen zijn, dus er kunnen allerlei voorzieningen zijn. Voordat de herten uit de Flevopolder naar Duitsland op vakantie kunnen, zijn we alweer een paar jaar verder. De zoektocht naar een nieuwe slogan voor Nijmegen zorgt voor heel wat creatieve hersenspinsels. Maar zit tussen al die ideeën ook de nieuwe kreet? U ziet het zo direct. Arnhem wordt geen speelstad tijdens het WK voetbal 2018. De gemeente en Gelredome willen het stadion niet uitbreiden tot 40.000 zitplaatsen. Dat zou minstens 50 miljoen euro kosten en dat geld kan nooit worden terugverdiend. Bovendien zou Gelredome nauwelijks meer geschikt zijn voor concerten en evenementen. Het eerste vuurwerk van dit jaar is al in beslag genomen. Bij een tankstation aan de A12 bij Arnhem brachten Zweedse voetbalsupporters vandaag een flinke vuurwerkbom tot ontploffing. Agenten zetten de supportersbus aan de kant. Na inlevering van de partij vuurpijlen en rotjes konden de Zweden verder richting Eindhoven. Als de A15 wordt doorgetrokken, heeft de oostelijke variant de voorkeur. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Zevenaar en Duiven. De oostelijke variant geeft tenminste versnippering. De snelweg gaat via een tunnel onder het Pallandenskanaal door. De kern Goessen blijft intact en bedrijventerrein Helhoek verdwijnt. Er moet wel wat gedaan worden tegen geluidshinder en fijnstof. Het gerechtshof in Arnhem straft het mildst van alle gerechtshoven in Nederland. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek. De straffen die het gerechtshof in Den Haag uitspreekt zijn doorgaans het hoogst. De rode vloeistof die op de vijver bij recreatiegebied de Hambroekplas in Borculo drijft is roodalg. Het is nog niet duidelijk of dit ook de oorzaak is van de dood van zeker 100 watervogels die een wandelaar maandagavond aantrof. De kadavers worden onderzocht. Een goederen- en een passagierstrein zijn gisteravond tussen Barneveld Noord en Ede-Wageningen bijna op elkaar gebotst.
De treinen kwamen op het enkele spoor een paar honderd meter van elkaar tot stilstand. Volgens de politie reed een van de machinisten door een rood sein, waarna de automatische beveiliging beide treinen stilzette. De thuiswedstrijd van AGOVV van vrijdag tegen Veendam is gratis. Valentijnsdag is de reden voor de actie. Liefhebbers kunnen morgenmiddag vanaf 4 uur een kaartje ophalen bij de kassa van de voetbalclub in Apeldoorn. Een 3 weken oude baby is gisteren door de Raad van de Kinderbescherming uit het ziekenhuis in Harderwijk gehaald en ondergebracht bij een pleeggezin. Het kindje mocht binnenkort naar huis, maar zou daar niet in een veilige situatie terechtkomen. De ouders van de baby komen uit Nunspeet. Vorig jaar zijn hun 4 andere kinderen al uit huis geplaatst. Omwonenden van de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen zijn vanmorgen opgeschrikt door mannen in witte pakken. Die bleken asbesthoudende dakplaten te verwijderen. De gemeente geeft toe dat ze de mensen beter had moeten informeren. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Schieten op kunstwerken. Kunstenaar Rinke Nijburg doet het zonder blikken of blozen. Hij gaf vandaag een masterclass aan leerlingen van het Arnhemse Arendheem College. Ze maakten schilderijen op allerlei gebruiksvoorwerpen. Maar of ze ook zo ver durfden te gaan als Nijburg? Nou, ik wil hier op de achterkant een soort tak van een boom maken waar bloesem aan zit of zo, of bloemen. Het is een lamp. Een hele lelijke lamp. Dus die gaan we nou beschilderen. Dat is een gevonden voorwerp. Over het algemeen zijn ze gewend om op papier, rechthoekig wit papier, iets te maken. En dan is dit zo anders. Dat is natuurlijk wel heel leuk om een keer uit te proberen. Rinke Nijburg is gefascineerd door targets, ofwel schietschijven. Hij schildert ze op gebruiksvoorwerpen en schiet daarna met een buks op zijn kunstwerken. Dit is een kunstkaas. Die heb ik van een supermarkt in Arnhem. Die hadden ze weggegooid. En ik zag onmiddellijk wel een target weer in. En dat vind ik vaak heel mooi om dat soort figuratie, dus duidelijk poppetjes, te combineren met hele abstracte dingen. En dat zijn dan geometrisch abstracte vormen. Alleen kan ik op deze niet schieten. Want dan zou ik hem kapot schieten. Rinke heeft geen buks meegenomen naar school. Dat leek hem wat ongepast. Maar de leerlingen zijn wel geïnspireerd door zijn fascinatie. Ga je er ook nog echt op schieten? Nou, ik weet nog niet. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Aan de ene kant vind ik het wel gaaf, maar aan de andere kant... Ik weet niet, hij komt thuis gewoon weer als fruitschaal, dus... Moet ik even kijken. Ik vind het nog steeds duidelijk een Boeddha-beeld. Alleen ik wil juist een beetje het contrasterende hebben. En daarom juist bloedrig mes en vuurwerk op de achterkant. Zodat het juist een beetje contrasterend wordt met... Boeddha die staat voor vrede eigenlijk. Het werk van Rinke Nijburg en de leerlingen wordt vanaf 29 februari tentoongesteld in het Arendheem College in Arnhem. Het plan van burgemeester De Graaf om voor Nijmegen een nieuwe slogan te bedenken heeft veel losgemaakt. Zowel bij deze omroep als op het gemeentehuis stromen de ideeën binnen. Het aantal reacties is zo overweldigend dat het de vraag is of er nog wel dure reclamebureaus aan te pas moeten komen. Rome aan de Waal, oudste stad, jongste hart en Nijmegen de eerste de beste. Een kleine greep uit de honderden reacties die een oproep van Radio en TV Gelderland opleverde. De meeste serieus en sommige wat minder. Ook op het gemeentehuis in Nijmegen stroomden de suggesties binnen. En dan zie je dat mijn beste vrienden gaan worden creatief en sturen mailtjes van... dit is het, deze slogan moet je nemen. Dat betekent dat mensen het echt heel erg leuk vinden om ook mee te denken. Fantastisch. Nijmegen is de stad. Wat zei u? Nijmegen is de stad. De stad. Ja. Is lekker kort in ieder geval. Ja. Langer moet je niet maken, waarom? Nijmegen City of Health, dat was de oude kreet waar De Graaf een dikke streep doorheen heeft gehaald. Onuitspreekbaar en onbegrijpelijk. De nieuwe slogan moet iets zeggen over het feit dat Nijmegen de oudste stad van ons land is. Tijdloos goed, vind ik het aardigste. Havana aan de Waal. Dat vindt u niet mooi? Oh, afschuwelijk. Ja, hier, voor mij, waar Nederland begonnen is. Ja, dat klopt wel voor u. Mijn moeder Indisch en ik ben hier geboren. Maar wat moet een stad nu eigenlijk met een slogan? Zouden er echt mensen zijn die Nijmegen bezoeken naar aanleiding van een slagzin? Maar een stad is ook geen bedrijf. En ik vind ook niet dat de stad zich hoeft te verkopen. Want de stad is eigenlijk voor de burgers. En dat ze er zo prettig mogelijk kunnen wonen en leven. Dat is eigenlijk een beetje overbodig. Ja, dat denk ik wel. Het gaat dus om het opbouwen van, tussen aanhalingstekens, het merk Nijmegen. Daar heb je... professionals voor nodig die uit al die fantastische hoeveelheid creatieve gedachten juist de meest effectieve kunnen vinden en vervolgens ook dat kunnen omzetten
in een campagne met een beeldmerk. Nou, daar heb je echt professionals voor. Dat kan ik niet, dat kunt u misschien wel, maar ik kan het in ieder geval niet. Met zoveel inzendingen is het maar de vraag of het nog wel nodig is 3 dure reclamebureaus een slogan te laten bedenken. Was het maar zo eenvoudig. Kijk, het gaat niet alleen om de leukste te vinden, want dan kan ik ook wel jury zijn. Het gaat erom om de meest effectieve te vinden. Niet voor de mensen uit Nijmegen zelf, maar voor de mensen buiten Nijmegen. De zon zat vandaag verscholen achter een dikke laag mist. Reinier van den Berg vanuit Wageningen. Heel wat anders dan de afgelopen dagen. Dat was wel even wennen vandaag. Grijs, kil, af en toe ook mist na al die prachtige voorjaarsdagen die we gehad hebben. De mist was soms ook wat hinderlijk vanochtend voor het verkeer. Want het zicht was plaatselijk onder de 100 meter. Op sommige plaatsen is ook sprake geweest van zeer dichte mist. Niet alleen hinderlijk voor het wegverkeer, maar ook scheepvaart heeft natuurlijk hinder met dit soort weersomstandigheden. Op de satellietfoto van vandaag zien we Nederland deels onder die lichtgrijzige, lichtwitte vlek. Dat is het mistveld waar Nederland last van had. In Duitsland brandde de mist wel weg en klaarde het goed op. In Nederland is dat dus vrijwel nergens gelukt. Opvallend is trouwens dat er op heel veel plaatsen in Europa prachtig weer voorhanden is. Een enkele bui zat er aan de oostkust van Spanje. En verder een ander heel groot gebied met laaghangende bewolking en mist over het oosten van Europa. Nederland ging dus schuil onder die laaghangende bewolking. De dunne plekken zaten vooral richting Groningen en Drenthe. Al zaten er soms in het begin van de middag ook al een paar dunne plekjes in het oosten van Gelderland, in de Achterhoek. Misschien dat op een enkele plek de zon toch nog even zichtbaar is geweest. Maar de bewolking was wel heel hardnekkig. Lage temperaturen ook. Vanavond en vannacht uiteindelijk minimumtemperaturen van net iets boven het vriespunt. Het blijft niet alleen bewolkt, maar het wordt ook weer nevelig. Misschien zelfs ook wel weer mistig. En morgen krijgen we nog zo'n dag. 'S Ochtends nevelig, overdag heel veel laaghangende bewolking die we tegenkomen. De bewolking wordt zelfs eventjes wat dikker. En misschien dat er plaatselijk een klein beetje motregen uitvalt op een enkele plek. Dat zou echt niet veel zijn. Maar één ding is duidelijk. Bewolking overheerst het weerbeeld. De blauwe lucht zit daar boven. Maar die kunnen we dus morgen vanaf de grond niet zien. Het is namelijk bewolkt. Grijs, wat nevelig in de ochtend. Een enkel spatje motregen is ook mogelijk. En de temperatuur stijgt overdag naar zo'n 5. Als het een beetje mee zit, misschien plaatselijk 6 graden. Dat alles bij een zwakke noordoostelijke wind. Na morgen keert de zon binnen de kortste keren overtuigend terug. Dat gebeurt al op vrijdag. Prachtig weer, niet al te veel wind uit de noordoostelijke richting. Maar toch komt de temperatuur niet hoger dan 5 graden. De aangevoerde lucht is van oorsprong namelijk koud. En daardoor kan het in het weekend zelfs eventjes flink gaan vriezen. Met name de nacht van zaterdag op zondag wordt een koude, matige vorst, min 5. Maar overdag wordt veel goed gemaakt door de zon. Op zondag ook wat sluierbewolking, maar toch temperaturen van slechts 5 graden. Na het weekende wordt het langzaam maar zeker wat zachter, terwijl de wind dan naar het westen tot zuidwesten gaat draaien. De liefhebber ziet het meteen als iemand een Jan Janssen schoen draagt. Ruim 45 jaar nadat hij begon, opent de internationaal vermaarde ontwerper een winkel in zijn geboortestad Nijmegen. En 2 boelterriers die door de politie in beslag zijn genomen zitten al ruim een jaar op een geheime locatie. Hun baasje wil ze terug. De rechter besluit morgen of dat gebeurt. U ziet het in het nieuws. Voor nu een prettige avond. In Wageningen vechten ze om 3 historische vlaggen. Misschien zouden ze ook eens een stoeicursus moeten doen. En wel eens iemand in een boerka.